Dit zijn opgaven Staatsexamen NT2, programma 1, schrijven. De opdrachten zijn openbaar gemaakt op de officiële website van het Staatsexamen NT2. U ziet en hoort eerst de opgave. Daarna geeft u antwoord en vervolgens hoort en ziet u na elke opgave een voorbeeld van een goed antwoord. Succes met oefening! Sollicitatieformulier Chez Karim. U zoekt werk in een restaurant. In de krant leest u over een nieuw restaurant. Daar zoeken ze personeel. U wilt solliciteren bij het restaurant. U vult het sollicitatieformulier in. Nieuw restaurant, Chez Karim, Belmerplein 264, Amsterdam-Zuidoost, zoekt medewerkers, man, vrouw, voor alle werkzaamheden in restaurant en keuken. Werktijden 12 uur tot 12 uur 's nachts, salaris te bespreken. Opdracht. Vul het formulier volledig in. U mag de informatie zelf verzinnen. Sollicitatieformulier Chez Karim. 1. Waarom wilt u bij Chez Karim werken? Geef minimaal 1 reden. Ik zoek werk dicht bij mijn huis. 2. Wij zoeken mensen voor bedienen, schoonmaken en koken. Welk werk zou u willen doen in ons restaurant? Leg ook uit waarom. Ik wil graag bedienen. Ik zie graag blije mensen. 3. Waarom bent u geschikt voor dit werk? Geef minimaal 2 redenen. Ik heb ervaring en ik ben ook klantvriendelijk. 4. Wat voor werk hebt u hiervoor gedaan? Geef minimaal 1 voorbeeld. Ik heb gewerkt op een terras in het centrum van de stad. 5. Hoeveel dagen per week wilt u werken? Geef ook aan welke dagen uw voorkeur hebben. Ik wil graag werken in het weekend. Ik kan 5 dagen per week werken. U kunt het ingevulde formulier sturen naar info@staatsexamensnt2.nl. Bedankt! Solliciteren nieuwe baan. U hebt sinds kort een nieuwe baan als verkoper. Uw vriendin Mulan heeft u advies gevraagd over het solliciteren op een nieuwe baan in een kledingwinkel. U schrijft een e-mail aan Mulan. Kijk naar de plaatjes. Opdracht. U schrijft de e-mail. U legt uit waarom u schrijft. U beschrijft wat Mulan moet doen voor het solliciteren op een nieuwe baan in een kledingwinkel. U gebruikt hiervoor alle plaatjes. U geeft minimaal 2 tips voor het schrijven van een motivatiebrief. Deze informatie mag u zelf verzinnen. U geeft minimaal 2 tips voor het sollicitatiegesprek. Deze informatie mag u zelf verzinnen. U schrijft wat Mulan kan doen als ze meer vragen heeft. Deze informatie mag u zelf verzinnen. Het doel van de tekst is Mulan te informeren over het solliciteren op een nieuwe baan in een kledingwinkel. De plaatjes komen niet bij uw e-mail. De tekst moet dus te begrijpen zijn zonder de plaatjes. Hoi Mulan, hier is mijn advies. Zoek op internet naar een vacature. Schrijf een goede motivatiebrief. Daarna heb je een sollicitatiegesprek. Schrijf in de brief dat je het werk graag wilt doen en schrijf ook in de brief dat je heel goed bent als verkoopster. Bij het gesprek moet je mooie kleren aandoen en je moet enthousiast zijn. Wil je meer advies? Bel me op 06 45 310 799. Groetjes! Speciale avond voor klanten. U werkt bij kledingwinkel Boutique Veronique. U stuurt een e-mail naar uw klanten. Beste klant. Aanstaande donderdag is er een speciale avond voor vaste klanten. Een kledingmaker komt iets vertellen over zijn werk. Meld u snel aan als u op die avond wilt komen. Hopelijk tot donderdag. Met vriendelijke groet. Sportcentrum YouMove. U werkt bij Sportcentrum YouMove. U plaatst een nieuwsbericht op de website van het bedrijf. Let op. Vanaf nu elke dag tot 23 uur open. Beste leden, we zijn vanaf nu elke dag langer open, tot 23 uur. Hebt u hier vragen over? Stuur ons een e-mail. U kunt ons ook telefonisch bereiken op nummer 072 34 38 107. Groet, Team YouMove. Sportdag ROC Sention. U volgt een sportopleiding aan ROC Sention. U organiseert samen met een medestudent een sportdag. U stuurt een e-mail naar de medestudent. Hoi Sarah, ik mail je nog even over de sportdag van volgende week. We hebben namelijk nog geen voetballen. Kun jij de ballen regelen? Dat zou fijn zijn. Groetjes! Sportdag VV De Eenheid. U bent lid van voetbalvereniging VV De Eenheid. VV De Eenheid organiseert binnenkort een sportdag voor alle leden. Kijk naar de tabel voor de planning van de sportdag. De organisatie zoekt nog leden die willen meedoen aan de sportdag. U schrijft daarom een bericht op de website van VV De Eenheid. Opdracht. U schrijft het bericht. U legt uit waarom u schrijft. U schrijft wanneer de sportdag is. U schrijft ook hoe laat de dag begint en eindigt. U gebruikt hiervoor de tabel. U schrijft hoe laat het avondprogramma begint. U gebruikt hiervoor de tabel. U noemt ook minimaal 2 onderdelen van het avondprogramma. Deze informatie mag u zelf verzinnen. U schrijft waarom leden mee zouden moeten doen met de sportdag. U noemt minimaal 2 redenen. Deze informatie mag u zelf verzinnen. U roept leden op zich aan te melden. U legt ook uit hoe leden zich kunnen aanmelden. Deze informatie mag u zelf verzinnen. Het doel van de tekst is leden ervan te overtuigen zich aan te melden voor de sportdag. De tabel komt bij uw tekst. Zorg ervoor dat de tekst goed past bij de tabel. Sportdag VV De Eenheid. Hallo allemaal. Op 17 mei is onze sportdag. We beginnen om 9 uur en het programma duurt tot 20 uur. Bij het avondprogramma van 17 tot 20 uur met diner hebben we ook een bingo. En we gaan tussen 19 en 20 uur dansen op het voetbalveld. Je kunt genieten van lekker eten en je kunt mooie prijzen winnen bij de bingo. Dus kom naar de sportdag. Meld je aan via aanmelden@staatsexamensnt2.nl. Sportdag Buurtvereniging Woudslo. U bent lid van Buurtvereniging Woudslo. De buurtvereniging organiseert een sportdag voor alle mensen in de buurt. U schrijft een bericht voor de website van de buurtvereniging. Opdracht. U schrijft het bericht. U legt uit waarom u schrijft. U schrijft waar en wanneer de sportdag is. U schrijft waarom het leuk is mee te doen aan de sportdag. U noemt minimaal 2 redenen hiervoor. U legt uit hoe en voor wanneer mensen uit de buurt zich kunnen opgeven. U mag de informatie zelf verzinnen. Het doel van het bericht is mensen uit de buurt ervan te overtuigen mee te doen aan de sportdag. Sportdag Buurtvereniging Woudslo. Hallo allemaal, op 17 mei is er een sportdag op het Alexanderplein. We gaan sporten en spelen. Iedereen uit de buurt kan meedoen. Het is leuk om mee te doen, want je ontmoet veel buurtbewoners en iedereen krijgt na het sporten gratis bier of limonade. Meld je aan tot 16 mei via aanmelden. @woudslo.nl Sportdag groep 8 De Vlinder. U volgt een sportopleiding aan ROC Rembrandt. U hebt een sportdag georganiseerd voor de leerlingen van groep 8 van basisschool De Vlinder. U stuurt een e-mail naar de ouders en of verzorgers van de leerlingen. Beste ouders en of verzorgers. Vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 een sportdag. Vergeet daarom niet om aan uw kind sportkleding mee te geven. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet. Sporten na het werk. U werkt bij uitgeverij Uiterdonk. Een collega wil graag 1 keer per week met een groepje collega's gaan sporten na het werk. U wilt graag meedoen. U stuurt uw collega een e-mail waarin u schrijft wat u van het voorstel vindt. Opdracht. U maakt de e-mail af. U schrijft wat u van het voorstel vindt. U legt ook uit waarom u dat vindt. U schrijft dat u graag mee wilt gaan sporten. U schrijft op welke dag u graag samen zou willen sporten. U legt ook uit waarom. U doet een voorstel voor een soort sport. U mag de informatie zelf verzinnen. Het doel van de e-mail is uw collega te informeren over dat u graag mee wilt gaan sporten na het werk. Hoi Fong, vorige week heb je een e-mail gestuurd over samen sporten met collega's na het werk. Sporten met collega's, wat een goed idee. Ik ga graag mee. Sporten is gezond. Vrijdag is het beste. Op vrijdag is iedereen om 4 uur al vrij. We kunnen hardlopen of wandelen of fietsen. Ik vind alles leuk. Groetjes. Sportles overnemen. U werkt als sportdocent bij sportcentrum Fit4All. U stuurt een e-mail naar uw collega. Hoi Yvonne, wil je mijn sportles van volgende week maandag overnemen? Ik kan de les niet geven, omdat ik naar een begrafenis ga. Laat je het snel aan me weten? Groet. Sportschool tijdelijk gesloten. U bent eigenaar van sportschool Superfit. De sportschool gaat binnenkort tijdelijk sluiten. U schrijft hierover een tekst op de website van de sportschool. Kijk naar het plaatje. Opdracht. U schrijft de tekst. U schrijft vanaf welke datum de sportschool gesloten is. U schrijft ook hoe lang de sportschool gesloten is. U schrijft waarom de sportschool binnenkort tijdelijk gaat sluiten. U gebruikt hiervoor het plaatje. U biedt uw excuses aan namens de sportschool. U schrijft wat voor vergoeding u de leden aanbiedt voor het sluiten van de sportschool. U noemt minimaal 2 dingen. U mag de informatie zelf verzinnen. Het doel van de tekst is leden te informeren over de tijdelijke sluiting van de sportschool. Het plaatje komt niet bij uw tekst. De tekst moet dus te begrijpen zijn zonder het plaatje. Sportschool tijdelijk gesloten. Superfit is vanaf 2 februari tijdelijk gesloten tot 17 mei. Superfit gaat verbouwen. Het spijt ons dat u in die periode niet bij ons kunt sporten. Hebt u een abonnement in deze periode? U krijgt uw geld terug. Iedereen krijgt ook gratis toegang tot Superfit van 17 mei tot 1 juni. Staatsexamen volgende week. U volgt een cursus Nederlands bij Cursuscentrum Mos. U stuurt een e-mail naar een medecursist. Hoi Roberto, ik doe volgende week woensdag het staatsexamen lezen. Jij doet dit examen toch ook volgende week? Wat vind jij van het idee om in het weekend samen te studeren? Ik hoor het graag. Groetjes. De opgaven zijn afkomstig van de website staatsexamensnt2.nl. Het auteursrecht ligt bij de Staat der Nederlanden. De voorbeelden van goede antwoorden zijn gemaakt door Ad Appel Taaltrainingen. Veel succes met het echte examen.